Een feestelijk onthaal in de Fasum waar de eerste editie van de regio Nijmegen on stage plaatsvindt. Het feest waar VMBO-leerlingen een professioneel netwerk opbouwen en worden geholpen bij hun beroepskeuze. On stage is door het hele land, dus er zijn maar 20 regio's waar dit wordt georganiseerd. En nu voor het eerst in de regio Nijmegen. En we zijn hier 15 jaar geleden mee begonnen in de regio, omdat we het VMBO even goed in het voetlicht wilden zetten. Een positief podium wilden zetten. Hoewel er veel vraag is naar praktisch geschoolde mensen, heeft VMBO niet altijd een bemoedigend beeld. Het evenement zet zich daarom ook in voor een positiever imago. Dus gelukkig hebben we het steeds minder over laag opgeleid en hoog opgeleid. Maar het is wel nog steeds zo dat deze leerlingen het vaak echt nodig hebben om een steuntje in de rug te krijgen bij het maken van een beroepskeuze. Dus dat doen we door hier met elkaar te staan voor deze leerlingen en ze ook echt de hand te bieden en te zeggen: wij zijn hier voor jullie en we gaan samen met jullie dit uitvogelen. Een rode loper en een zaal vol verschillende beroepsbeoefenaren, daar moeten de leerlingen even aan wennen. In het begin wel een beetje cringe, zeg maar, een beetje raar. Maar op een gegeven moment, dan, als je hier mag rondlopen, dan is het wel gewoon oké te doen. Hebben jullie al wat beroepen op het oog? Ik was met een paar vrienden meegelopen en die zeiden dat chauffeur leuk was en Met zo'n sticker krijg je dan een match en dan heb je zeg maar een open dag gekregen bij het bedrijf wat je dan mee moet lopen. Maar jij hebt al 2 matches. Ja. Bij welk bedrijf ga jij dan kijken? Ik ga bij het bedrijf Ventimon van Techniek ga ik bij loodgieters kijken. Maar niet alle VMBO'ers zijn van plan om na hun MBO aan het werk te gaan. Liever zou ik het langste doorstuderen tot het een beetje hoger niveau. Met een hoger niveau kan je een stuk meer dingen, denk ik, of meer de richtingen die je graag wil. Ja, om gewoon hoger te komen in het leven en dat ik niet gelijk afzak. Om gewoon meer van het leven te maken. De bedrijven willen vooral meegeven dat werkplezier het allerbelangrijkste is. En dat vakmensen hard nodig zijn. Zonder deze mensen draait je bedrijf niet. Dus het maakt niet uit wat voor niveau je instapt. Het is gewoon belangrijk. Op ieder niveau is er werk. En op ieder niveau kun je ook werk creëren voor die leerlingen. Voor beide is het interessant. Een kennismaking van de leerlingen met de techniek. Specifiek wat wij dan doen. Maar ook voor ons om kennis te maken met leerlingen die eventueel bij ons in dienst komen. Ja, dus we hebben echt heel veel mensen nodig. Hoe de toekomstige loopbanen eruit gaan zien, het advies van de dag luidt: alles mag je worden, behalve ongelukkig. En het netwerk van de leerlingen is na vandaag al een beetje groter geworden.